vanmiddag bij de opening, dan denk ik, het is niet alleen maar lelijkheid in de wereld. Het is niet alleen maar desinteresse. Ik bedoel, wie luistert nou echt naar iemand? Bijna niemand luistert naar iemand. En nu wel. Mensen kijken een beetje verder dan mijn gezin. Heb ik geld om les te geven? Heb ik geld om instrumenten? Nee, er zijn dus ook nog heel veel andere kinderen. Dat doet mij geweldig goed. En niet alleen mij, gelukkig. Er zijn veel vrienden van Marco de Sousa. En die moeten nog veel meer komen, zou ik zeggen.